bijvoorbeeld Boeing. We hebben natuurlijk het geval met de Air, of met de Boeing 737 MAX 8. Die is neergestort in Afrika. En nu maakt Singapore vanochtend bekend dat zij hun luchtruim sluiten voor alle Boeings van dat type. En Boeing laat weten dat ze een software-update doorvoeren. Het aandeel ging gisteren 5% omlaag. Is de kou al uit de lucht, denk jij, Koen, voor Boeing? Nee, nog niet. Zolang niet duidelijk is wat de oorzaak was van deze crash, zal er nog wel terughoudendheid blijven van heel veel airlines en heel veel overheden om deze Boeing-types door het luchtruim te laten gaan.